Hoi, ik ben Suzanne en ik ga jullie in deze video van alles vertellen over verfrollers. Ken je dat? Dan sta je in de bouwmarkt en dan zie je al die verschillende verfrollers liggen. Maar welke gebruik je dan? Ik ga jullie uitleggen welke verschillende lakverfrollers en muurverfrollers er zijn. Bedenk eerst goed wat je gaat verven. Want het oppervlakte bepaalt welke roller je het beste kunt gebruiken. Hou met het uitkiezen van je roller voor muurverf rekening met het beschilderen oppervlakte. Mocht je nou een kleine oppervlakte gaan schilderen, kun je het beste een kleine roller gebruiken. En voor een grotere oppervlakte of bijvoorbeeld een plafond kun je het beste gaan voor een brede roller. Want hiermee werk je natuurlijk veel sneller en het wordt net zo netjes. Nou, voor de hoekjes is het dan wel handig als je bijvoorbeeld een kwast gebruikt. Een structuurverfroller die gebruik je om structuur op je muur aan te brengen. In tegenstelling tot vachtrollers, want die hebben dat effect niet. De structuurverfrollers zijn gemaakt van schuim en zorgen voor een mooie structuur op je muur. De meest grove structuurrollers die zijn geel, dus makkelijk te herkennen. Ik heb nog een handige tip voor jullie. Mocht je nou een muur hebben die er niet zo mooi uitziet, dan kun je het beste een grove roller gebruiken. Want dan kun je de oneffenheden een beetje mee verbloemen. Maar ook voor een mooie gladde muur krijg je een mooi effect met deze roller. Lakrollers worden gebruikt om een mooi glad resultaat te krijgen. Er zijn twee verschillende soorten, schuimrollers en vachtrollers. Nou, eigenlijk werken ze een beetje hetzelfde en je kunt gewoon gebruiken welke je het fijnst vindt. Ik vind zelf de vachtroller het fijnste werken. Mocht je nou een verfbak gaan kopen, let er dan wel even op dat je de juiste maat koopt, zodat je roller in de verfbak past. Want je zal niet de eerste zijn die de verkeerde maat aanschaft. Zorg voor het gebruik van een vachtroller dat je de meest pluizige deeltjes weghaalt met een beetje tape. Nou, dat kun je heel makkelijk zo doen. Je rolt wat schilderstape om je verfroller. Scheur je hem af aan het einde. En nou is de truc dat je deze erom doet. En dan kun je namelijk heel makkelijk in één keer alle pluisjes weghalen. Nu is het belangrijk dat je de roller eerst een beetje licht vochtig maakt met wat water. En dan maak je hem droog op een schoon oppervlakte, bijvoorbeeld de te verven muur. Een lichtvochtige verfroller heeft namelijk een betere verfopname dan een droge roller. Zo. Ik heb voor dit voorbeeld gekozen voor muurverf, lekker geel kleurtje. Let erop dat als je de roller in de verf doet, dat je hem tot halverwege onderdompelt, want er zit al heel gauw te veel verf op. En daarna rol je hem uit over de verfbak. Rol bij het schilderen van een muur verticaal van boven naar beneden. En zorg ervoor dat elke baan overlapt. Zo krijg je het mooiste resultaat. Let er trouwens ook op dat je niet te hard duwt op de verfrol. Veel mensen denken wel eens dat je dan een mooier resultaat krijgt. Maar eigenlijk zorg je er alleen maar voor dat de verf niet mooi egaal verdeeld wordt. Zorg dus voor voldoende verf en laat de roller zijn werk doen. Als je klaar bent met schilderen, dan kun je hem gaan schoonmaken. Dan haal de roller van de houder af. En spoel hem uit onder de kraan of gewoon in een emmer water. Mocht je nou verf op terpentinebasis gebruikt hebben, dan kun je de roller in een pot terpentine zetten. Of, en dat is iets beter voor het milieu, op laten drogen en gewoon weggooien. En als de roller goed schoon is, dan moet je hem niet zomaar wegleggen. Het beste kun je hem laten drogen door hem even terug te hangen aan de verfrolhouder. Zo. En dan hang je hem op aan de emmer. Voor het kiezen en werken met de juiste verfrollers heb ik de volgende punten besproken. Muurverfrollers, structuurverfrollers, lakrollers, gebruik van een verfroller, opbergen van een verfroller. Wil je nog meer klusadvies? Bekijk dan ook onze andere video's. En abonneer je op ons kanaal voor de nieuwste video's over klussen in en rondom jouw huis.